De heer Wilders. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Vrijdag is er opnieuw een Europese top over het zogenaamde herstelplan en de nieuwe Europese begroting. En de eerste top daarover in juni was al een wanstaltige vertoning van eurofielen die andermans geld willen uitdelen, maar vooral willen ontvangen. Terwijl we hier in eigen land een economische crisis van je welste hebben, de werkeloosheid verdubbelt naar 700.000 volgend jaar, bedrijven massaal op de fles gaan, zoals in de horeca, waar bijna de helft van de bedrijven al technisch failliet is. Terwijl gewone mensen hun baan of zelfstandigen hun opdrachten kwijtraken en nauwelijks nog hun huur, hypotheek of boodschappen voor een gezin kunnen gaan betalen, gaat premier Rutte in Brussel ons geld uitdelen. Veel perverser wordt het niet, voorzitter. Geen extra geld dus voor de voedselbanken in Nederland, die het met de dag drukker krijgen. Geen geld voor een btw-verlaging om onze eigen economie weer aan te jagen. Geen geld voor al die zelfstandigen die op een houtje moeten bijten door de invoering van de partnertoets. Geen lager eigen risico in de zorg om de kosten voor mensen die ziek zijn te verlagen. Geen lagere inkomstenbelasting voor Nederlanders zodat ze aan het einde van de maand wat meer geld overhouden. Nee, niks van dit alles. Helemaal niets. Maar wel 750 miljard euro uit een zogenaamd herstelfonds voor landen als Italië, Spanje, Frankrijk en Polen. En voorzitter, dat fonds is helemaal niet nodig. Want er is al een steunfonds van 540 miljard euro. En dat steunfonds, wat al bestaat, is nog door geen enkel Zuid-Europees land gebruikt. En ik snap dat wel, want ze willen het liefst natuurlijk geen geld lenen, maar ze willen het gratis als gift ontvangen. Maar de nood is dus helemaal niet zo hoog. En dan heb ik het nog niet eens gehad over die belachelijke begroting van bijna 1100 miljard euro voor de Verenigde Staten van Europa. Het kan niet op allemaal. En bij elkaar, voorzitter, dat steunfonds, het herstelfonds en die begroting gaat het om ruim 2300 miljard euro. 2300 miljard euro. En Nederland staat, zoals we allemaal weten, voor zo'n 6% daarvan aan de lat voor bijdragen en garantstellingen. En dat is dus 135 miljard euro. 135 miljard Nederlandse euro's. Dat is bijna 17.000 euro per Nederlands huishouden, per Nederlands gezin. En laat dat maar eens tot u doordringen allemaal. 17.000 euro per Nederlands gezin. Geld dat in een bodemloze put wordt gegooid. Duizelingwekkende bedragen voor de transferunie die de Europese Unie inmiddels geworden is. Wij moeten de portemonnee trekken, terwijl andere landen het geld, ons geld, in ontvangst mogen nemen. We zijn nu al de gekke Henkie van de Europese Unie, maar als de premier hiermee instemt, is hij echt de weg totaal kwijt. Voorzitter, premier Rutte is de man uit Nederland die bij de top aanwezig zal zijn aanstaande vrijdag. En de hamvraag is nu namens welk land hij daar zal zitten. Zit hij daar namens Nederland of behartigt hij de belangen van de Italianen, de Spanjaarden, de Polen en de Portugezen? En ik zeg u, als de premier daar echt namens Nederland zit, dan zegt hij nee. Keihard nee. Nee tegen het herstelfonds. Nee tegen giften. Nee tegen leningen. Nee tegen een hogere begroting. Nee tegen dat hele pakket. Het kan niet zo zijn dat de premier instemt met een herstelfonds van 175 miljard euro aan Italië wordt gegeven. 140 miljard euro aan Spanje. 65 miljard euro aan Polen. En zelfs Frankrijk een gift, een cadeautje krijgt van 40 miljard euro. Terwijl Nederlanders moeten betalen. Complete waanzin, mevrouw de voorzitter. We moeten ons geld hier in ons eigen land aan onze eigen mensen besteden. En het is dan ook onaanvaardbaar als de premier instemt met een herstelfonds, ook al is dat onder strenge voorwaarden. Wij accepteren niet dat de premier, net als eerder bij Griekenland, na wat ketelmuziek uiteindelijk toch gewoon weer tekent bij het kruisje. En zijn Europese vriendjes hebben hem alvast behoorlijk bewerkt en gemasseerd. En alles werd uit de kast gehaald. Een lunch met Macron, een meeting met Michel op het Katshuis, een wijntje bij Merkel in Berlijn, afgelopen vrijdag een diner met de Italiaanse premier Conte. Ik stond er ook nog even buiten met een protestbord te zwaaien. En gisteren nog een lunch met Sanchez uit Spanje en een etentje met Costa uit Portugal.
En ze hadden allemaal maar één boodschap voor de premier. Of Nederland iets minder vrekkig wilde zijn en iets meer solidair met de Zuid-Europese landen die het toch eigenlijk al moeilijk genoeg hadden. En zo zal het denk ik ongeveer zijn gegaan. Oké, Mark, zeiden ze. Er is bij ons inderdaad een hoop corruptie, maar daar werken we aan. En oké, we hebben jarenlang op de grote voet geleefd, maar ja, dat was met andermans geld, dus we zien dat zelf niet zo als een probleem. En het is waar dat de belastingen bij ons op grote schaal worden ontdoken, maar ja, dat is nou eenmaal onze cultuur. En oké, we zijn in Europa inderdaad wat minder productief en we gaan wat eerder met pensioen dan jullie, maar dat heeft ook veel te maken met het klimaat bij ons. We hebben onze rust en onze siesta's keihard nodig. Voorzitter, Nederland moet keihard nee zeggen en een veto uitspreken. Laat ze collectief het heen en weer krijgen, voorzitter. Nexit, dat is wat we nodig hebben. En die gemeenschappelijke schulden, die Europese belastingen, die Europese deeltijd-WW, Sure genaamd, een investeringsfonds, een garantiefonds, een herstelfonds met giften en leningen voor Zuid-Europese landen, een hogere Europese begroting, zijn allemaal zaken die we niet zouden moeten willen. De heer Jetten. Voorzitter, als de heer Wilders zou moeten kiezen tussen een hogere Nederlandse afdracht aan de Europese begroting of meer Europese belastingen om dit herstelfonds te financieren, welke keuze zou de heer Wilders dan maken? Ik zou het allebei niet willen. Ik wil het hele herstelfonds niet. Sterker nog, ik roep het kabinet op om daar een veto over uit te spreken. De heer Jetten. Nou, voorzitter, dat is helder, maar die keuze ligt toch wel degelijk voor. Er komt een Europees herstelfonds, zoveel is duidelijk. Er komt ook een ambitieuze Europese begroting. En dan kan deze premier twee dingen doen. Of inzetten op het beperken van de Nederlandse afdracht en daarmee Europese eigen middelen, Europese belastingen toevoegen aan de manier waarop we Europa financieren. Of toch die Nederlandse begroting laten stijgen. Dus nogmaals de vraag aan de heer Wilders, als hij zou moeten kiezen, een hogere Nederlandse afdracht of Europese belastingen. Welke keuze maakt hij dan? Ja, voorzitter, nogmaals, allebei niet. En dat is ook totaal fout, pardon, wat de heer Jetten zegt, dat het fonds er ook komt. Het fonds hoeft er niet te komen. De top moet nog komen. En ik roep de heer Rutte op om een veto uit te spreken over dat herstelfonds. En als de heer Rutte een veto uitspreekt over dat herstelfonds, komt er geen herstelfonds. En ik ben het met u eens, de heer Rutte heeft al gezegd dat hij er maar in gaat stemmen. Dat zou wat mij betreft en mijn fractie betreft het vertrouwen in hem schaden. Dan zouden wij zeggen, dan heeft hij ons vertrouwen niet meer. Maar wij zouden als Nederland dat geld hier in Nederland moeten besteden. Niet in Italië of Spanje. Want weet u, meneer Jetten, wat ermee gebeurt? De Fransen, ik weet niet of u het bericht heeft gezien. De Fransen, weet u wat dat geld gaat doen? Frankrijk krijgt volgens de laatste berekeningen, bedragen kunnen nog veranderen, een gift van 39 miljard euro. Een land als Frankrijk. En weet u wat ze gaan doen? Franse zorgmedewerkers, vandaag aan de krant, krijgen samen 8 miljard euro loonsverhoging. Dus Frankrijk gaat met ons geld hun zorgmedewerkers voor 8 miljard aan loonsverhoging geven. Ik zou zeggen, hou ermee op, geef dat geld aan die Nederlandse zorgmedewerkers die nog steeds zitten te wachten op hun loonsverhoging. Het is toch te gênant voor woorden dat wij met ons geld, want dat is ook ons geld, die 40 miljard die Frankrijk krijgt, dat we daar de zorgmedewerkers gaan financieren, terwijl dat bij ons nog helemaal niet geregeld is. Hou op met dat herstelfonds. Weg daarmee en het geld waarvoor we aan de lat staan of moeten bijdragen hier in eigen land aan onze eigen mensen besteden. Ja, voorzitter, dan raad ik de heer Wilders aan om naast dit artikel ook de artikelen te lezen van Nederlandse ondernemers, Nederlandse universiteiten, Nederlandse wetenschappers, die erop hameren dat dit Europese herstelfonds juist in het Nederlandse belang is. Dat elke euro die we erin investeren hier meervoudig terugkomt in Nederlandse banen en in Nederlandse werkgelegenheid. En dan zeg ik nogmaals, als we dat dan kunnen financieren met Europese belastingen, dan is dat volgens mij ook een verhaal waar de Nederlandse kiezer blij van wordt. Want dat is geen geld dat de Nederlander op zijn loonstrookje of zijn belastingaangifte terugziet. Maar dat zijn belastingen die we heffen op vervuilende Chinese bedrijven, op grote Amerikaanse techbedrijven die nu in Europa bijna nergens belasting betalen. En dat zou ook de heer Wilders moeten aanspreken. Nee, natuurlijk. Luister, hoe kan dat mij nou aanspreken? Wij willen uit de Europese Unie. Ik wil een Nexit. En dan komt u aan met Europese belastingen. We moeten al überhaupt nooit beginnen aan Europese belastingen, meneer Jetten. Europese belastingen betekent nog meer soevereiniteit afgeven en betekent dat we de Europese Unie gewoon de legitimiteit geven om hun eigen geld op te halen. Dus dat is het allerlaatste wat we moeten doen. En ze beginnen natuurlijk dan met de Googles en allemaal wat iedereen denkt dat het sympathiek is. Maar de volgende stap is inderdaad dat wij een blauwe envelop thuis, alle Nederlanders, met van die Europese sterretjes krijgen. Dat is de volgende stap.
stappen, dan gaan we allemaal Europese belasting betalen. We moeten nooit Europese Unie belastingen laten betalen. En we moeten al helemaal niet ons zuurverdiende geld in een tijd van crisis in een herstelfonds geven. En mevrouw de voorzitter, ik kan het niet genoeg herhalen. Er is al een fonds. Een fonds wat ik ook niet lust. Maar er is al een fonds met 540 miljard euro, waarvan geloof ik 200-300 miljard uit het ESM komt. Waar de landen uit Zuid-Europa nu al sinds een aantal maanden, volgens mij, ik kijk ook naar de minister-president, zonder voorwaarden nu al dat geld kunnen gebruiken. En, ik heb het de premier afgelopen dagen ook horen zeggen, dat geld hebben ze helemaal nog niet gebruikt. Dus het feit dat dat fonds wat al bestaat van 540 miljard euro, waar iedereen tegen geen of nauwelijks voorwaarden kan inschrijven, is niet gebruikt. Dus er is geen crisis. Ze hebben het geld niet nodig. Als die landen in Zuid-Europa het water tot aan de lippen zou staan, dan hadden ze zich al massaal ingeschreven. Dat hebben ze niet gedaan. En waarom hebben ze dat niet gedaan? Omdat ze het geld liever willen krijgen als gift, dan dat ze het lenen en moeten terugbetalen. Wat ze overigens nooit zullen doen. De heer Anne Mulder. Voorzitter, dank. De heer Wilders uit een ronkend betoog met een aantal elementen die ik nog wel deel. Maar eigenlijk loopt hij eromheen. Hij gebruikt grote woorden. Een veto, het is onaanvaardbaar en we moeten eruit. En over dat laatste wil ik de heer Wilders graag eens horen. Uit de Europese Unie, het klinkt zo makkelijk, maar wat gaan we dan gebeuren? Dan gaan we uit de interne markt. Slecht voor onze economie als exporterend land. En dan zegt de heer Wilders, ja, we moeten doen wat Zwitserland en Noorwegen doen, zeiden de vorige keer. Ja, die nemen bijna alle Europese regels over. Dus wat is nou het alternatief van de heer Wilders ten opzichte van wat er wordt gezegd en wat er mogelijk wordt besloten? Nexit. De heer Wilders is trouwens geen populist, hè? Want de meeste Nederlanders willen helemaal geen nexit. Dus het is geen populistische partij. Maar toch even, hoe ziet die nexit er precies uit? De heer Wilders. Nou, dank voor het compliment. En voorzitter, sta er mij toe dat voordat ik inhoudelijk op die vraag antwoord, dat ik eerst ook de heer Mulder een compliment geef. Een beetje off-topic. Want ik heb hem de afgelopen dagen in een drieluik gezien over Srebrenica. En hoezeer wij ook politiek ook nu van elkaar van mening mogen verschillen, wil ik toch zeggen dat ik enorm respect heb voor de heer Mulder en zijn collega militairen die daar in een zeer unfaire situatie, waar ze niets aan konden doen, in een verschrikkelijke situatie zijn gekomen. Ik hoorde van de heer Mulder dat hij op straat zelfs zou zijn uitgescholden voor lafaat. Nou, dat is hij niet. Het is iemand waar ik groot respect voor heb en ook al zijn andere mensen. Ik wil het toch gezegd hebben voordat ik op dat punt kom. De heer Mulder. Dank. En dank ook namens de collega's, want het was emotioneel inderdaad zwaar. En ik merk nu ook als de heer Wilders erover begint dat het meer weer raakt. Dank. Met 100% gemeend. Voorzitter, dan de inhoudelijke vraag. Toch, kijk, wij zijn voor een nexit en we hebben dat ook laten onderzoeken. We hebben een Engels bureau genaamd Capital Economics daarna laten kijken. En die hebben voor ons berekend wat dat zou betekenen. Overigens zou in ons verhaal zouden we wel nog toegang houden tot de interne markt. Dat moet ik toch eerlijk bij vertellen. Maar in dat scenario zou, zo is berekend, het was in 2016, zou in de Nederlandse economie in 8 jaar tijd, dat zou dan toen zijn geweest van 16 tot 24, zou die 10% groter zijn geweest, meer zijn gegroeid dan als we in de Europese Unie waren gebleven. Het Nederlandse huishoudens zouden ook in de decennia de volgende ongeveer 10.000 euro extra hebben gekregen, ook vanwege het afschaffen van de regels. En inderdaad, in de eerste jaren zou dat pijn hebben gedaan. Dat is zo. Een nexit bij ieder land zou in het begin pijn hebben gedaan. Maar op langere termijn ben ik ervan overtuigd, mevrouw de voorzitter, dat als wij lid zouden blijven van de interne markt, en dan zegt iedereen van ja, kijk dan naar Zwitserland wat die ook betalen. En dat is ook zo. Zwitserland betaalt ook wat mee. Maar als je kijkt wat Zwitserland per jaar als prijs om toegang te krijgen tot de interne markt betaalt, dan is dat, mevrouw de voorzitter, een fractie, een kruimel, ik geloof 1 of 2% van wat wij nu betalen. Dus ik zou zeggen, laten we daar zo snel mogelijk mee beginnen. Misschien zijn er ook andere landen na het Verenigd Koninkrijk die dat willen doen. Misschien kan je dan met die andere landen samen, de noordelijke landen, iets van een uniforme. Kortom, er zijn alternatieven genoeg. Maar één ding is wat we niet moeten doen, en dat is doorgaan met het verder gaan van die Verenigde Staten van Europa, die, ik hoorde de heer Jette al voor me trots, zijn eerste interruptie van de heer Jette, de grootste eurofiel van deze Kamer, is niet voor niks. Laten we blij zijn met die Europese belastingen, nog meer Europa en nog meer geld. En dat wordt hartstikke goed dat Rutte dat doet. Allemaal de verkeerde weg. De heer Annemel. Voorzitter, dank. Over dat rapport, daar hebben we het vorige keer ook over gehad met de heer Wilders van Capital. Het leidt tot paniek op de financiële markt, hè? Dat is er dan weer uitgehaald. Maar dan weer even scherp, hè? Noorwegen en Zwitserland. De heer Wilders zegt, die kunnen tot de interne markt. Ja,
Maar die moeten ook alle regels overnemen. En ze hebben daar helemaal niets over te zeggen. En ze moeten wel contributie betalen. Dus het verhaal van de heer Wilders is, we gaan toch contributie betalen. We hebben geen enkele invloed meer op de regels die we gewoon kunnen downloaden en moeten accepteren. Is dat wat de heer Wilders wil? Nee hoor, we hebben ontzettende winst. A, we betalen bijna geen contributie meer. Nogmaals, dat is een fractie. B, ik ben ervan overtuigd dat een nieuwe Nederlandse regering, niet deze, want deze, de heer Rutte gaat naar Merkel en hij knipt en hij buigt de dingen glas wijn en doet alles wat Angela wil. Maar als je echt gaat onderhandelen, als je als Nederland uit de Europese Unie gaat, dan denk ik dat je een veel betere deal kan krijgen nog dan de Zwitsers of de Nooren. En vergeet u ook niet dat als het gaat om bijvoorbeeld immigratie van buiten de Europese Unie, hè, dat je je handen vrij hebt. Dat je niet meer hoeft mee te doen met grote afspraken over asielinstromen die ongetwijfeld, we weten allemaal dat de bevolking in Afrika de komende decennia gaat exploderen, die er aankomen. En dan heb je handen vrij. Je bent er soeverein. Daar gaat de Europese Unie niet over. Ook niet als je lid bent van de interne markt. Je kan bijvoorbeeld, als het gaat om immigratie, soevereiniteit helemaal terugpakken. De heer Mulder. De heer Wilders staat te dromen. Kijk naar Zwitserland, dat een paar jaar geleden een referendum heeft gehouden om de migratie naar Zwitserland te beperken. En dat de uitslag van het referendum wordt niet uitgevoerd, omdat de Europese Unie dan zegt, dan bent u geen lid meer van de interne markt. Dus de heer Wilders doet heel makkelijk even goed onderhandelen, dan komt het goed. Keep dreaming, meneer Wilders. Is niet zo. Het is zeker zo. Nogmaals, wij zijn geen Zwitserland. Wij zullen, en ik ben ervan overtuigd, Zwitserland overigens, wat het economisch beter doet dan menig Europese Unie-land, wij zouden een nog veel betere deal eruit kunnen doen. Het is niet zo per saldo dat wij dezelfde deal als een Zwitserland of nog iets anders als een Noorwegen zouden kunnen krijgen. Wij zouden, als we goed kunnen onderhandelen, een betere deal kunnen krijgen, verantwoordelijk kunnen zijn over ons eigen geld, onze eigen begroting, ons eigen immigratiebeleid. Ja, en we zouden die miljarden kunnen besteden aan het verhogen van de salarissen van ons eigen zorgpersoneel in plaats van die in Frankrijk. Wij zouden, de Italianen, hè, ik noemde net het voorbeeld van de Fransen met hun zorgpersoneel. De Italianen die zijn nu van plan om hun BTW te verlagen. Dat wat Engeland al heeft gedaan, wat Duitsland al heeft gedaan. Die hebben allemaal een BTW verlaagd. De Italianen gaan dat dan ook doen, alleen ze wachten nog even tot het pakket van premier Rutte en Angela Merkel er doorheen komt. Wij betalen gewoon de btw-verlaging in Italië. Wij betalen het feit dat de Italianen eerder met pensioen gaan. Belachelijk, waarom moet die Nederlander dat betalen? We moeten onze eigen btw verlagen, onze eigen gepensioneerden helpen. We moeten met ons eigen geld voor onze zorgmedewerkers besteden. En dat niet geven aan landen die het maar zelf moeten regelen. De heer Van Ooyek, die heeft altijd korte interrupties. Ja, dat bent u van mij gewend, voorzitter. Hè? Dus dat zal ik ook nu, ik zal u niet teleurstellen. Ik wilde eigenlijk vragen aan de heer Wilders, want zijn pleidooi voor Nexit komt eigenlijk altijd langs. Hè? En dat is ook logisch, want dat vindt hij. En dan beroept hij zich op een studie die hij zelf heeft laten doen, inmiddels ruim 4 jaar geleden. Nou krijgen we bijna dagelijks nieuwe informatie over hoe die Brexit verloopt. Onder andere deze week cijfers van Bloomberg, die zegt dat heeft tot nu toe het VK $170 miljard gekost. En daar komt dit jaar wellicht nog zo'n 100 miljard bij. Zijn dat soort cijfers voor de heer Wilders misschien een reden om er nog eens over na te denken? Of zegt hij nee, ik heb toen een onderzoek gedaan en ik geloof dat het op termijn wel goed komt. Ja, de heer Wilders. Het zou een verademing zijn als wij de Europese Unie zouden verlaten. Het zou een verademing zijn. En uw verhaal over het Verenigd Koninkrijk is heel eenzijdig. We kennen het allemaal, Unilever. Misschien ook Shell. Ik zeg niet dat ik daar zelf om sta te juichen. Want ik heb natuurlijk ook liever dat die bedrijven hier in ons eigen Nederland blijven met alle werkgelegenheid van dien. Maar ze gaan weg. En Unilever gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Weet ik wat voor anderen dan nog zullen volgen. En natuurlijk, ik heb het ook gezegd, dat blijkt ook uit ons rapport. In het begin zal dat pijn doen, ja. Maar op termijn levert het Nederland gigantisch veel op. Het levert ons geld op, het levert ons economische groei op. Het levert ons nogmaals soevereiniteit over ons eigen immigratiebeleid op. De dag, zeg ik, mevrouw de voorzitter, tegen de collega van GroenLinks, de dag dat wij de Europese Unie verlaten, gaat de zon in Nederland weer schijnen. De heer Van Ooyek. Voorzitter, de dag dat het VK besloot om de Europese Unie te verlaten, is de teller gaan lopen. En die staat nu op $170 miljard, heeft het VK gekost. En die teller loopt elke dag door. Terwijl we hier staan te praten, komt er weer een paar miljoen bij. Dan kun je zeggen, ja, weet je, ooit zal de zon gaan schijnen als ik mijn zin krijg. Maar misschien is het ook een goed idee om te kijken wat er nu, as we speak, mevrouw de voorzitter, in het VK gebeurt. En daar nodig ik de heer Wilders toe uit.
En daar hoor ik hem helemaal niet over. Mevrouw de voorzitter, het Verenigd Koninkrijk zal rijker worden dan welk land dan ook. Ze zullen alleen al door de immigratie beperken, u weet nog, ook dat hebben we laten onderzoeken als PVV, ook dat door een extern bureau. Dat kost ons minstens 7 miljard inmiddels. Hè, dat ging uit van een instroom van 25.000 per jaar. Inmiddels kan je berekenen dat het beperken van de immigratie in Nederland, van niet-westerse allochtonen, ons land al 10 miljard per jaar zou sparen. Ons land al 10 miljard euro per jaar zal sparen. En dan heb ik nog niet eens over alle andere dingen die samenkomen met die soevereiniteit als we die terugwinnen. Dus ik ben ervan overtuigd dat wij, als wij de Europese Unie verlaten, als een nexit komt, dat we niet alleen onze soevereiniteit terugkrijgen, maar dat we economisch zullen gaan floreren. En ook wij zijn in staat om bilateraal met andere landen. Iemand had het net over Zwitserland. Een collega van de VVD had het over Zwitserland. Zwitserland had een bilaterale vrijhandelsverdragen met China en Japan jaren voordat de Europese Unie dat had. De Europese Unie die moesten met elkaar, moesten die nog het onderhandelingsmandaat, moesten ze nog gaan met elkaar gaan bespreken en onderhandelen. De landen die niet in de Europese Unie zaten, hadden al veel eerder met op dat moment de grootste groeieconomieën van Azië, China en Japan, een vrijhandelsverdrag. Dat zouden wij ook kunnen. Dat zal het Verenigd Koninkrijk op termijn ook kunnen. We zullen pure winst hebben door het loskoppelen van die vreselijke Europese Unie. Goed, voorzitter. Ik ga door. Ja. Waarom moeten de Nederlandse belastingbetalers opdraaien voor die tekorten in Italië en Spanje? Laat ze zelf hun broek ophouden. Laat de Italianen, ik heb het de vorige debat ook tegen de premier gezegd, maar eindelijk eens zelf hun belasting innen bij hun eigen burgers. Die 3 keer zo rijk zijn, jawel, 3 keer zo rijk dan de gemiddelde Nederlander. 3 keer minder schulden hebben dan de gemiddelde Nederlander. Ook logisch, want ze hoeven nu nauwelijks belasting te betalen. Alleen al in de kluisjes van de banken in Italië, mevrouw de voorzitter, zit voor 200 miljard euro aan zwart geld en spullen die nooit belast zijn. En volgens de president van de Italiaanse bank, hè, voor de mensen die mij niet geloven, volgens de president van de Italiaanse bank, de goede man heet Ignazio Visco, die zegt letterlijk dat Italië door belastingontduiking, illegaliteit en georganiseerde misdaad 100 miljard euro per jaar misloopt aan belastinginkomsten. Dat is dus, als we naar dat MFK kijken, dat miljard financieel kader, die nieuwe begroting van de Europese Unie, in 7 jaar tijd 700 miljard euro lopen die Italianen mis. Dat is het hele herstelfonds, kunnen ze zelf ophalen. Als ze de komende jaren belasting gaan heffen, hebben ze in 7 jaar tijd, hebben ze die 700 miljard en ook nog alleen voor zichzelf. Dus laat ze dat lekker doen, dan hoeven wij dat niet voor hun te doen. Het kan namelijk, mevrouw de voorzitter, niet zo zijn dat de Nederlandse belastingbetaler moet gaan betalen voor een Italiaan die de belasting ontduikt. En het kan ook niet zo zijn dat als een Nederlander de belasting ontduikt, hij een boete krijgt, zelfs de bak in kan gaan, en de Italiaan die geen boete betaalt, een cheque van 170 miljard euro in zijn schoot krijgt geworpen. Dat is toch de wereld op zijn kop. Voorzitter, een beetje kerel met ruggengraat zegt dus nee tegen dat vreselijke herstelplan en spreekt een veto daartegen uit. Er is geen andere optie. En voor mij en mijn fractie is deze zaak zeer principieel. En daarom vraag ik aan de premier om een expliciet antwoord te geven. Is hij bereid om tegen dat hele herstelplan een veto uit te spreken? Als hij dat niet doet, voorzitter, ik weet dat ik het eerder heb gedaan, maar deze is zeer principieel. Dan kan ik niet anders dan een tweede termijn het vertrouwen in deze minister-president opzeggen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wilders.